Hoi allemaal, mijn naam is Lotte van Eijk en vandaag gaan we praten over seks, queer seks, veilig seksen en alles wat daarmee te maken heeft. Hey Char. Hi schat. Hoe is het? Goed. Ja. Fijn dat je bent. Ja, fijn om jou te zien. Zo gezellig. Nou, wij gaan praten over seks vandaag. Love it. Ja, favoriet. Same. Yeah. Helemaal zin in. Nou, lekker. Oké, nou, we beginnen gewoon lekker dat jij je even kort voorstelt. Oh, God. En even laat weten wie ben je, wat doe je en waarom ben je hier? Ja, dat doe ik niet. Oh, shit. Je lijkt sporter. Ja, echt. Nou, ik ben Shamila. Ik ben 19 jaar. Ik ben binaire transvrouw en mijn voornaamwoorden zijn zij en haar. En ik ben make-up artist. Ik heb een eigen cosmetica merk, Fame Beauty, waarmee ik goede doelen steun en intersectionaliteit en safe space centraal stel. En daarnaast ook heel veel werk in diversiteit en inclusie. Geweldig. Nou, we gaan gewoon even het inluiden met een hele makkelijke vraag, maar wel iets wat denk ik ook aan de kaak gesteld moet worden. Mm-hmm. En dat is dat seksuele voorlichting gewoon, it's nowhere. Nowhere to be found. Ik wil gewoon ook even jouw ervaring daarover horen. Seksuele voorlichting op school, maar ook met je ouders. Hoe was dat voor jou? Het was er niet. De seksuele voorlichting die ik had op school was eigenlijk alleen op de basisschool. En ik zat ook op een katholieke basisschool. En daar haalde ik niet heel veel uit. Nee. Nee, het ging over anatomie en that's it. Ik kreeg niks over consent te leren. Ik kreeg niks over, weet je, hoe het was als je niet hetero bent. En daarbij kwam er ook niks bij überhaupt over genderexpressie en al die dingen. En met mijn ouders, ja, seks werd überhaupt niet besproken. Gewoon echt helemaal niet. Dat was helemaal niet aan de orde. Het woord werd niet gezegd. Het bestond niet. Nee, ik heb eigenlijk alles heb ik geleerd uit mensen om mij heen. En uiteindelijk gewoon echt vooral met queer personen heel erg. Om dat gewoon daarover te hebben. En ja, ik heb eigenlijk, ik denk het voornaamste, mijn seksuele voorlichting begon met porno. Ja. Even daar eigenlijk in de afgelopen, denk het afgelopen jaar eigenlijk pas, heb ik echt geleerd wat seks voor mij is en wat, ik erin fijn vind. Om met jou, door met jou om te gaan met mensen om mij heen die daarin buiten die male gay staan. Ja. Die ik leerde vanuit porno. Ja. En hoe werd porno dan jouw voorlichter? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik kwam er gewoon mee in aanraking. Het was voornamelijk omdat ik wel door seksuele voorlichting erover wist. Maar het gezegd, dan moet je vooral niet kijken, want dat is, dat is demonisch. Nee. En, en daardoor ging het uiteraard juist kijken. Kom on, daag me uit, schat. Daag me uit. Challenge accepted. Mm-hmm. Ja. En daar kwam ik eigenlijk van alles tegen. Van ik heel veel dacht van, oh god, hell no. In het begin was het heel erg eng, maar toch heel interessant. Ja, dat denk ik over volgende. Oh, volgende. Ja. Volgens als je 3 uur lang zit te kijken. Oké, dus zo. Maar zo werkt het uiteraard niet. Want het is geen werkelijke afspiegeling van hoe seks kan zijn en hoort te zijn. Ja. Dus uiteindelijk echt door dat te ervaren. Maar ook gewoon echt door te praten erover met mensen om me heen. Die veel vrijer daarin staan. En die ook heel erg open over praten. Dat hielp voornamelijk. Ja, precies. Want wat had je dan bijvoorbeeld wel graag op de basisschool of op de middelbare school of in je jeugd voor tools. Nou ja, jeugd, je bent 19, wat zeg ik? Jora baby. Maar zeg maar, wat had jij dan op de middelbare school bijvoorbeeld gehoord willen hebben met de kennis die je dan nu hebt gekregen met queer personen over seks? Zeg maar, wat had je graag willen zien in dat systeem? Allereerst over consent. Consent is gewoon nummer 1 wat echt erin hoort. Want mijn eerste seksuele ervaring was niet vrijwillig. Mijn allereerste keer als een groepsverkrachting. Ja. En ik heb op school nooit geleerd hoe ik daarmee moest omgaan. Ik had het met mijn ouders niet verteld, want er zat zoveel schaamte omheen. Ook rondom therapie was ook al een heel groot ding. En daarbij wist ik ook niet hoe ik moest omgaan om het te melden. Ja. Want de politie, ik was op dat moment 13. De politie wilde mij niet helpen. De politie zei gewoon van, weet je, je vraagt wel met hoe je eruit ziet. Omdat ik wel al fanpresenting was, ook was voor mijn transitie. En het feit dat ik nooit, ik heb het er pas over gehad. Ik denk nu 2 jaar geleden. Dat is heftig. Ja. Sorry dat je daar alleen doorheen moest gaan. Ja, en eigenlijk daardoor heb ik ook heel erg lang heel veel angst gehad voor seks. En heb nog steeds heel veel seksueel trauma. Omdat er daarna ook vaker dingen zijn gebeurd die gewoon niet met mijn consent zijn gegaan. Ook in mijn tijd als sekswerker. Mm-hmm.
Want dat is ook weer een ander gedeelte wat ook weer heeft geholpen bij mijn seksuele ontwikkeling. Ik ben sekswerker geweest in verschillende fronten. Ik ben dominatrix geweest. Ik ben ook echt prostitutie ingegaan. En daar heb ik voor heel erg geleerd wat ik niet wilde. Mm-hmm. En dat was gewoon dat het alleen maar ging om wat mannen fijn vinden. Ja. Dus heel erg die male gaze in het wat je net zei. Ja. En toen dacht je van, I don't want to please you all. You please inderdaad, me. Ja. Ja. En toen eigenlijk ook mijn queer zijn meer ging omarmen. Los van mijn trans zijn, mm-hmm. maar ook juist het feit dat ik ook op vrouwen val. En ja, daarin gewoon ook polyamoreus ben. Mm-hmm. Dat heeft mij heel erg geholpen om meer te kijken naar wat ik wil in seks. Precies. Wat ik erin fijn vind. Ja, en dat is zo'n andere wereld dan die binaire, heteronormatieve wereld die zo heel erg is van... Die drie minuten zijn het niet waard. Nee. Maar ik ben wel blij dat je nu je community gevonden hebt en zeg maar al op een hele jonge leeftijd toch al ontdekt hebt van oké, dit is het echt niet. En dit is wel de kant waar ik op wil gaan. En dat is gewoon heel fijn. Ja. En dat hoort gewoon heel lekker en goed te zijn. Dus happy about that. En je zei, je bent een binaire transvrouw. Ja. En wil je daar wat meer over vertellen voor de kijkers? Want niet iedereen is daar misschien een thuis die kijkt. Ja, wat eigenlijk betekent is dat binnen gender heb je, zoals wij het kennen, man en vrouw. Dat is binair. En je hebt daarbinnen en daarbuiten heb je het non-binaire zijn. En ik beschrijf mezelf als een binaire transvrouw. Omdat aan de ene kant ik begon als non-binair persoon. En uiteindelijk toch in transitie ben gegaan naar een binaire transvrouw. En daarbij gewoon een stukje mijn transidentiteit zo belangrijk. Ik ben een vrouw. Al die andere stukjes die ik daarvoor noem, zijn belangrijk voor mij. Maar het maakt mij niet een ander soort vrouw. Nee. Precies. Ja. En dus een transvrouw, wat betekent dat ik bij mijn geboorte ben aangewezen als mannelijk. En de keuze heb gemaakt om in transitie te gaan, zowel juridisch, medisch als sociaal, als vrouw. Ja, precies, amazing. En je hebt net je naam veranderd. Ja, deze week. Ik heb mijn ID deze week gehaald. Geweldig. Echt amazing. I'm so proud dat je hem zo hebt voor je. Oké, maar dat ter zake, ter buiten. Dat is geen zin. Terzijde, ja. Damn, zo slecht in spreekwoorden dingen. Echt, don't call me for that shit. Maar heb je het gevoel, dat is denk ik onlosmakelijk verbonden met elkaar, dat jouw trans zijn en je seksuele leven, hoe mengelt dat zich? Hoe is die ervaring voor jou? Ik weet dat je wel eens wat dingen over daten gedeeld hebt op Instagram. Zeg maar, ik weet het natuurlijk allemaal al, maar de kijkers niet. So, please enlighten us. Laat ik beginnen met transvrouw is een van de meest marginaliseerde groepen op de wereld. Ja. Niet alleen, en dat komt door transfobie, komt door misogyny, het komt door seksisme. En daarbij is er heel veel zichtbaarheid nu door sociale media. Maar transvrouwen worden naar een bepaalde maatstaf gemeten. Ze moeten op en top vrouwelijk zijn volgens de westerse eurocentrische schoonheidsnormen. En als je niet past, dus niet doorgaat als een cisvrouw, dan ben je al niet goed genoeg. Ja. Maar aan de andere kant zijn transvrouwen een fetish geworden. Het feit dat op de meeste porno-sites tranny op nummer 7 meestal al staat, op nummer 3. En ik op elke site waar jij een prostituee vandaan kan halen, altijd op Gmail kan zoeken, wat ook weer pornotermen zijn. Ja. Ik weet het zelf als ex-sekswerker. Er komen gewoon heel veel mensen op af. En dat maakt ook dat daten voor mij heel erg moeilijk is, omdat ik heb nu 3 weken geleden voor de eerste keer een date gehad met iemand die mij in het publiek gezien wilde worden. De allereerste keer. Want er is schaamte eromheen. Het gaat gelijk om, wat nou als mensen die mij kennen, mij met jou zien. Wat gaat het voor mijn carrière betekenen, voor mijn familie. Mensen denken dat ik een homo ben, terwijl daar gaat het niet, want ik ben een vrouw. Ja, wat zeg jij? Dat wat tussen mijn been hangt. Ja, sorry, schat, heb ik ook niet om gevraagd. Ja, ik wilde de retour afzender doen, maar dat kon niet. Nee. Ik had er een stuk op geplakt, maar... Ik werd tot een maand te vroeger uitgeperst. En toen kwam dat er nog even bij. Ja, ik wil dat ook niet. Ja. Maar door
die fetichering van transvrouwen en de maatstaf die naar hun wordt gemeten, heb ik gewoon nooit echt meegemaakt dat iemand mij ziet voor wie ik ben, wat altijd over mijn trans zijn gaat. Ja. Of om hoe ik eruit zie. En daardoor miste ik heel vaak die connectie om ook echt te kunnen genieten van seks. En vaak ook gewoon klaar te komen. Ik ben, denk 1/16 van de keren dat ik seks heb gehad, en dat is veel, ben ik klaargekomen. Wordt nooit wat meegedaan. Wordt nooit echt rekening mee gehouden. Mensen zijn klaar, gaan ze omrollen of gaan ze weg. Honey, dump their asses. Al lang gedaan, schat. Tuurlijk. Because that is not de bedoeling, hè? Nee, nee. Zeker niet. Nee. Zeker niet pump and dump, doen we niet aan. Nee, what the hell. Bam, bam, thank you, man. Nee, zo nee, werkt het niet. Nee. Even, ja, maar het is wel gewoon heel verschrikkelijk dat je als vrouw word je gewoon geconditioneerd in, ja, maar dat is gewoon hoe het hoort. Absoluut. En dat is absoluut. En dat is echt, het is horror. En het is bizar. En zeker als je dan nu in die community staat en je ziet ineens van, hè, maar dit was er altijd al. En dit is mij wijsgemaakt. En dat is ook, zeg maar, met seksuele voorlichting, nou, waar jij dan ook heel weinig van meegekregen hebt. Maar bij mij was het gewoon, nou, hier is een banaan, hier is een condoom. Dit doe je er zo omheen en dan word je niet zwanger. Mm-hmm. Succes. En je kan ook de pil slikken. Het was eigenlijk alles om een soort van te voorkomen dat je zwanger werd. Helemaal niet inderdaad van. Maar je kan ook als man seks hebben met een man. En als vrouw met een vrouw. En als jij je zo voelt, dan kan het zo mm-hmm. en zo en zo. En dat is gewoon een hele rare wereld. En zodra je dan een soort van, daar hadden we het net ook over, dat ei je openbreekt. En ineens alles weet wat je dan nu weet van de queer community en hoe dat in elkaar zit. Dan denk je ineens van, hoe kunnen sommige mensen in dat hoekje blijven zitten van mm-hmm. bam, bam, thank you, ma'am. Ja, maar ik merk nu bijvoorbeeld ook, ik date nu met twee mensen, een vrouw en een non-binair persoon, en die hebben allebei een vulva. En ik wist nooit hoe ik daarmee zou om moeten gaan. Ik heb het nog steeds niet gedaan, maar ik weet ook van mezelf dat ik daar echt een gesprek over moet hebben. Ja, gewoon communiceren. Want ik heb dat nooit geleerd vanuit seksuele voorlichting. Ja. En daarbij ook voor mij weer, omdat ik zelf niet de wens heb om mensen te penetreren, dat is gewoon niet mijn ding, is het ook weer een ander gedeelte waar ik naar moet kijken. Wat kan er dan wel? Ja. Weet je, dat soort gesprekken worden gewoon zo weinig gevoerd. Ja. En ik merk ook dat er gewoon zoveel, ik heb heel veel angst eromheen om dat op te brengen. Maar ik weet wel dat het nodig is voor beide kanten. Ja, daar wordt de seks alleen maar lekkerder van, geloof mij dan maar. Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Ja. Communicatie is gewoon zo belangrijk. Mm-hmm. Dat je gewoon met iemand over communiceert en er hoort echt helemaal geen schaamte in te zitten. Want ik bedoel, ik kan wel voor jou een ijsje kopen met 5 bolletjes stracciatella. Maar als jij stracciatella niet tevreden vindt, heb jij geen plezier in je ijsje. Ja, en zo makkelijk is het, toch? Ja. Maar als ik jou vraag, hey, Char, wat wil je voor bolletjes? Dan heb jij een tierenlijk ijsje aan het eind van de dag, absoluut, toch? Ja, exactly. Ja, zeker. Dus, maar dat is wel een lastige drempel om overheen te gaan. Maar ja, maar ik merk ook, en dat is ook, dat stuk vraag is, dat heb ik dus ook in een van die relaties. En dat maakt het daarin wel ergens makkelijker. Omdat ik niet de wens moet penetreren en bij hun dat dus niet kan. Dus daarin maakt het in principe al makkelijker. Dat is al nice. Ja. Maar daarbij moeten we ook wel kijken van, wat vindt hun fijn? Ja. Want daarin ook. En wat vind jij fijn? Wat vind ik fijn, ja. Wat vind ik fijn? Oh ja. Ik zit ook nog in dit spelletje. Dan ga je alweer, hè? Fuck. Maar dat is echt, dat is echt seks van, je moet geven en nemen. Je kan niet alleen maar selfless zijn. En jij bent ook heel erg zo iemand. Van, oh, ik doe alles voor anderen. Ik zet mezelf op de tweede plaats. Maar met seks moet je jezelf op de eerste plaats zetten. En je partner moet zichzelf op de eerste plaats zetten. Zodat je alle twee op een soort van eerste plaats staat. En dan samen zo, piep, piep, piep. Piep, 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 seksen. Toch? Ja, maar zo is het echt. En echt, ja, gewoon ontdekken wat jij lekker vindt. En dan je partner zegt vanzelf, hoort vanzelf ook zeggen, en ik vind dit lekker. En dan ga je gewoon lekker in harmonie ketsen. Ja, fuck yes. De liefste bedrijven. Heerlijk. Zo cute, I love it. Lekker. Amazing. We love sex. Mm-hmm. Omdat je zegt, ik kom niet zoveel klaar. Of dat is een soort van met sekspartners een ding. Mm-hmm. En hoe zit het met seks met jezelf? Hoe is dat voor jou? Dat gaat prima. Ja? Dat gaat heerlijk. Goed zo. Ja, ik vond het heel fijn. Want dat had ik dus heel lang wist ik alleen maar, weet je, ik had alleen maar met mijn handen bezig en that's it. Want ik kende ook niet dat er bijvoorbeeld daar buiten toys waren. Ja. Totdat Dane daar kwam van, hey schat, er is ook een sensor waar jij kan gebruiken. Mm-hmm. En
Ja, change your life. Hele nieuwe wereld gewoon open. Ik zei het, Satisfyer. Ja. Geweldig ding. It's amazing. Ik zeg het je. Ja. Ja. Ik hou ervan. Ja, je komt echt 4 maanden juist niet meer uit als je zo'n ding hebt. Ja. Wel, denk ik de afgelopen maanden geïsoleerd, schat. Wel, denk ik dat ze weinig contact ja, stress loslaat toch? Trauma gaat eruit. 100% zo, heerlijk. Nee, maar ik merk ook voor mij, nu ik in het proces ben van die male gaze loslaten, ben ik ook veel meer gaan kijken buiten, alleen klaarkomen ook naar mijn sensualiteit. Ja. En voor mij een van die dingen is gewoon dat ik dans enorm veel rond in mijn huiskamer, in lingerie, ga helemaal los. Heerlijk. En voor mij is een van de dingen die ik wil gaan doen, is gaan paaldansen. Ja, geweldig. Ja, ik wil gaan paaldansen. Goed. Heerlijk, moet je doen. Lijkt me heerlijk. Ja, lijkt me ook helemaal wat voor jou, ja. Wat geweldig. Met die hakken zo. Oeh. Ja, heerlijk. Ja. Ja, heel goed. Oh, dus vind ik heel leuk. Ik heb met de anderen niet echt gesprek gehad over zelf, liefde, zelfbevrediging, zelf dat soort dingetjes. Maar ik vind het zo goed dat je dat zegt van dat dansen. Want het is zo belangrijk om een seksuele relatie met jezelf te hebben. Ja. Voordat je die met iemand anders ook hebt. Absoluut. En voor mij was het ook heel erg lang dat ik... seks was voor mij heel erg lang een performance. Oh ja, ja. Want ik wist wat er... Omdat die male gays ook zo goed kennen. En dat ook door porno. Wat vinden mannen nou echt lekker? En hoe kan je ze snel nog laten klaarkomen? Dat, ja. Hoe en kan je het soort van zo snel mogelijk van optreden. Afzijden? Ja. Ja, hoe kan ik ze snel mogelijk zorgen dat hij een tijd van zijn leven heeft. En ik ze snel nog een dusje kan doen. Ja. Zo erg eigenlijk. En toen ben ik gaan kijken naar wanneer voel ik me nou sexy. Ja. Wanneer heb ik nou het gevoel dat ik... Yes. Ja. Mm-hmm. Ja, dus sindsdien staat er ook een spiegel voor mijn bed. Dus ja. I love that. En dan een partner erbij, dan vind ik dat helemaal geweldig. Geweldig. Ook al moet ik zeggen dat ik ook wel voornamelijk naar mezelf kijk dan. Maar dat is... Ik ben daar ook geobsedeerd mee, hoor. Hell yes. Echt waar. Heerlijk. I'm obsessed with that. Oh, heerlijk. Ja, zo goed. We love that. Mm-hmm. Cool. Oké, dit is gewoon helemaal voor jezelf vraag. Maar je bent nog... jong, maar en je bent dan nu die seksreis opnieuw aan het ontdekken. Maar heb je bepaalde fantasieën waarvan je zoiets hebt van... oh, dat staat echt wel op mijn bucketlist. Op mijn bucketlist. Oeh. Ja, ik moet toch wel zeggen een gangbang. Ja? Ja. Ja. Damn. Ja, gewoon overal seksende mensen. Ja. Nice. Ja, dat toch wel. Want ik moet zeggen dat ik ook... mede door mijn sekswerk ook heel veel dingen al heb meegemaakt. Like, tag team heb ik gedaan. Ik heb het in openbare plekken gedaan. Een hotellobby. Was echt fucking leuk. Ik weet niet of ik het geregeld, maar ging prima. Ja, ik heb er al best wel veel dingen meegemaakt. Maar een gangbang vind ik nog steeds wel dat sowieso. Nice. Ja. I like that. Ja. En een sekswing wil ik nog een keer proberen. Een sekswing? Ja. 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 Net werd aan mij gevraagd van welke seksspeeltjes of wat zijn je favoriete seksspeeltjes? En toen zei ik van nou, ik wil een rimstoel en ik wil een strap-on voor over je hoofd. I know! Jij wilt deze ook, I know. Yeah. Maar sekswing is 100% de derde. Wij gaan samen interieur shoppen, denk ik, schat. Let's go. Ik wil echt een seksraam, hoor. I'm just saying. Same. Ik wil even huis gaan kopen. Ja. Ja. Komt goed. Komt goed. Perfect. nog even wachten. En hoe, ook tijdens je sekswerk, hoe beschermde jij jezelf? Altijd condooms. Ik zit nog steeds in de prep. Ik test me tijdens mijn sekswerktijd elke maand. In plaats van elke 3 maanden. Mm-hmm. Maar ook elk seksueel contact was met condoom. Alles. Dat eigenlijk. Dat is goed. Maar is elke maand testen en nu is het elke 3 maanden. Mm-hmm. En voor de rest, ja, het moeilijke in mijn sekswerktijd was vooral omdat ik screende iedereen wel van tevoren. Maar ja, ik kan niet van iedereen verwachten dat ze gelijk een uitdraai hebben van de GGD. Nee. Dat gaat niet. Ja. En daarbij moet ik wel zeggen, het moeilijke was dat ik het tijdens COVID deed. Mm-hmm. Dus daarbij had ik nog een extra risico natuurlijk. Ja. Ook even een coronatestje. Even een PCR. Even een PCR inhalen. Ja, even iets in je neus en nadat ik iets in mijn mond. Precies. Ja, dat, maar het is echt eigenlijk alt condooms en heel veel glijmiddel, want auw. Glijmiddel is, ja. Oh. Dit is echt een goeie dat je dit zegt, glijmiddel. Glijmiddel, alsjeblieft, schatjes. Ja. It hurts. It's protection. Absoluut, want zonder condoom, zonder glijmiddel kan het ook gewoon makkelijker scheuren. Ja, ja. Ja, wow. Kijk uit. Serieus, kijk uit. Onthouden. Ja, ja. En ook. We hebben zo'n pomp. Same, ja. Same. Zo'n liter fles. Gewoon op een makkersje zo.
Ja, nee, ik heb één keer gehad, iemand zei van ja, ik, dat je dus altijd een dubbel condoom deed. Dan zei ik echt, ben je gek? Hé? Hey? Ja, hij heeft twee condooms over elkaar heen. Ja. En dan zei ook, heeft geen zin. Nee. Gaat klappen. Wat raar, ja, inderdaad. Nee, maar ik hou van de spanning. Omdat het heel strak staat. Oh ja. Maar ik was van, heeft geen zin. Nee, dan doe je toch gewoon een cockring? Ja, precies. Waarom zei ik dat zo raar? Cockring? Cockring? Huh? Ik, ineens is dit een heel raar woord. Ik, nee, snap wat ik bedoel. Laat je spanning opzetten. Van. Ja, oké, okay, apart. Ja, ja, want dan knapt het alsnog, ja, denk daarom. Ik dan. Toch? Ja, kijk, ik in mijn breeding kink vind je niet zo'n probleem, maar... Zee. Ik denk dat de GGD zegt van, schat, niet weer, hè? Ja, wat hebben we nou gedaan? What did you do? Yeah. Ja, nee, dat is niks, inderdaad. Oké, ja, wat betekent seksueel plezier voor jou? Hoe heb jij dat nu ge... Seksueel plezier is voor mij... Het is een journey. Het is een healing journey, voornamelijk ook. Wat goed. Omdat ik nu ook... ik ben nu herstellende van een burn-out. En er kwam heel veel trauma weer naar boven. Ook in daten überhaupt. Het feit dat ik gewoon heb gehad dat mensen mij over de vloer waren. En vervolgens in mijn huis heb ik de wc buiten mijn eigen voordeur. En als je die wc-deur open houdt, dan kan mijn voordeur niet open. Oh. Ik heb dat 5 keer toe gehad. Dat mensen die wc in zijn gegaan. En vervolgens die deur open laten staan en ze weggerend. Ja. En vervolgens laatst zat ik dus op een date in... What the fuck? Ja, zat ik op een date in Utrecht. En mijn partner die ging toen naar de wc. Openbaar toilet. En ik zat echt van, die kon niet meer terug. Die pakte de auto en die is weg. What the fuck? Ja, en die angst kwam dus naar boven. Terwijl ik weet dat hij dat nooit zou doen. Maar die angst is er wel. Arme lieverd, what the fuck? Ik geef me de namen en I will go. We gaan samen, dat weet je. Ja. Oké, okay, we gaan door met je verhaal. Maar dat... I'm just cooking. Eigenlijk alles wat ik nu meemaak en nu alle goede kanten... ook mm-hmm. vooral in de queer seks. Want queer seks, ik moet het nog meemaken, maar de spanning is it's, er wel. Mm-hmm. En het is zo fijn. Your mind. Mm-hmm. Ja, en dat is heel helend voor mij nu. Goed zo. En ik haal er ook heel veel uit. En ik merk ook dat sinds ik mijn sensualiteit meer heb omarmd... en daar weer ben gaan kijken, ik ook mijn... veel sterker mijn vrouw zijn vol. Fijn. Goed zo. Yeah. I'm so proud of you. You're doing it. I love you. It's gonna be amazing. I love you. It's gonna be amazing. Wat goed. Oh ja. En dan de laatste. Zijn we al aangekomen. Oh, wow. Heb jij dating tips of seks tips voor andere queer personen of voor andere transvrouwen misschien? Oef. Damn. Dating advice... Jij doet het niet. Het is verschrikkelijk. Geen cismannen, nee. Dat kan ik niet zeggen. Want er zijn er ook, wat een paar die oké okay zijn. Er zijn er een paar. Did she really? Er zijn er een paar. Just say this? Er zijn er een paar. Ik heb er eentje gehad, maar... er zijn er een paar die zijn te tolereren. Zijn te tolereren. Het is leuk voor een paar keer. Oké, okay, ja, het is makkelijk. Precies. Ja, okay. Maar stap 1 zeg ik gewoon... Als jij je niet. Als jij het gevoel dat iemand jou als geheim houdt, run. Fucking run. Want het doet niks goed met je. Ik heb me zo lang zo enorm alleen gevoeld. Want ik had dagelijks seks. En het werd voor mij een coping mechanism. Mm-hmm. En als je op die manier seks gaat zien. Alsjeblieft, ga naar een seksuoloog of ga op een andere. Ga een manier vinden om te helen. Want seks is geen tool. Seks nee. is een journey en seks is leuk. Seks hoort ja. iets te zijn waar jij plezier uit haalt en waar jij je veilig in voelt. Ja. En als je die veiligheid in jezelf al niet meer hebt, omdat het alleen maar gaat over. Maar de volgende gaan, dan voel je een beetje affectie. Dan kom je niet verder. Nee. Want seks is ook een vorm van verslaving. En dat was het voor mij ook. Ja. Dus ik. Ja, daarin zeg ik echt, allereerst die male gaze, fuck all that, scrap it, het werkt niet voor je. En praat er ook gewoon over. Ja. Praat ook met je vrienden, is leuk. Ja. Zeg het je, is echt leuk om je over seks te praten. Ja, en lekker over seks praten. Ja, absoluut. Ja. Ik praat altijd, ik praat met iedereen over seks. Ja, heerlijk. Als ik naast iemand in de bus zit, ik ga gewoon over seks zitten lullen hoor. Tuurlijk. Nee, grapje. Alleen in de bus zitten. Je hoopt niet meer en zegt, heb jij seks? Dus. Met je microfoon en camera zo. Zo'n mini-microfoontje, weet je wel. Oh, ja. Die ze TikTokers dan hebben. En ik zo, mini. Ja. Nee, wat goed. Ja, goede tips. Mm. En
hoe begon jij dan je journey, zeg maar, nadat je zoiets had van, oh, ik moet die mailcase loslaten? En wat zette dat een beetje voor jou in werking? Dat je zoiets had van, oh, ik merk dat dit toch niet meer mijn... ik wil voor mezelf kiezen nu. Dat is een hele goeie. Ik denk dat het kwam eigenlijk één door jou. Dat ben ik serieus. Omdat de manier hoe jij jouw content creëert online en hoe jij jouw kracht laat zien en ook vooral body positivity was voor mij ook heel erg lang gewoon een ding, want ik voelde me ook totaal niet comfortabel met mijn lichaam. Maar dankzij mensen zoals jij heb ik me enorm kunnen omarmen en heb ik me ook gewoon fucking sexy kunnen voelen. Because you are the fuck, look at this. Exactly. En voor de rest, vooral heel veel over lezen. Heel veel erover lezen, heel veel erover luisteren naar podcasts en er ook weer over praten. Ik merk echt als ik me in een feministische omgeving omvind, en dan merk ik wel voornamelijk queer spaces, waar voornamelijk ook transvrouwen van kleur tussen zitten. Daar kan ik het echt met ze over hebben. Omdat het ook gewoon een stukje is waar ik me heel bewust van ben. Ja. Dat ik met mijn witte privilege ook weer andere dingen meemaak. Ja. Maar daar worden dingen wel besproken. Want iedereen is zich ervan bewust. Ja. En het wordt niet meer gedoogd dat mannen met ons omgaan alsof wij spelletjes zijn, experimenten. Ja. Want dat zijn we niet. Exactly. Ik ben niet van scheikunde, schat. Exactly. And that's on that. Nou, dat vond ik wel een mooie afsluiter, of niet? Ja, geweldig. Maar we hebben nog het rad. Van fortuin. Nee, van seks. Voel jij jezelf verzekerd tijdens seks? Oh, zeker. Oh, ja, absoluut. Lekker. Ja, ik heb moet ik zeggen, door wat ik zei met die performance, die male gaze, heb ik daar heel erg kunnen leren van wat er gewoon heel goed werkt. Maar juist ook eens met zijn tijd meer heb opgearmd, schat me niet stoppen. Wat mijn libido is ook echt hier. Oh, met Scorpio. Amazing. Dus dan krijg je dan gaat het in overvloed. Ja, ja, het is altijd niks. Ja, en helemaal als ik een wijntje op heb en lingerie in heb, dan ga ik los. Maar ook, moet ik zeggen, buiten mijn seksualiteit en dat hele onderdeel van mij, dat draag ik ook uit in alles. Ook gewoon buiten de slaapkamer, in mijn hele zijn. En dat maakt ook wel gewoon dat ik nog makkelijker en nog veel meer geniet van seks. Mm-hmm. Nice. Ja. Want hoe ging dat dan, zeg maar, je seksuele oriëntatie of je seksuele geaardheid, kwam dat dan, zeg maar, toen je erachter kwam van ik ben vrouw, en kwam toen daarna je seksuele oriëntatie? Omdat je net zei van dat je er wat later achter kwam, toch? Of ja, niet? Wel. Het is bij mij heel erg in een achtbaan gegaan. Ik begon eerst genoemd als cis man en biseksueel. Toen definieerde ik mij als non-binair en aangetrokken tot mannen. En toen ik in transitie ging, had ik het gevoel dat ik me ook, dat ik ook hetero moest blijven. Oh, ja. Want die male gaze bleef doorgaan. Ja. En ook het idee van, ik met een femme persoon, daarbij heb ik een constant gevoel dat ik ermee word vergeleken. Uh-huh. En helemaal als ik met een cis vrouw zou daten, dat het dan gelijk is van, oh, dit lijkt niet echt op een vrouw. Dat soort dingen, die krijg je op een dagelijkse basis te horen overal. Dat staan als ik met een femme persoon zou daten. Maar ze heb dat los heb gelaten. En met queer. En met queers. En ook dat ik erachter ben dat ik meer geniet van polyamorie. Definieer ik mijn seksuele oriëntatie ook als panseksueel en polyamoreus. Nice. Amazing. Ja. Nou, en Johnny? Lekker seksen? Oh, hell yes, tuurlijk. Bedankt voor het hier zijn, Wavy. Ja, ook vond het heel fijn. Ik hou van jou. Ik van jou.